Talks with Charlie. Talks with Charlie. What's poppin' with the population? You smell like money. So me and Mr. Herman Hon, het maken. Ik ben eigenlijk een klein beetje verrast dat ik vandaag meneer Herman Brusselmans hier voor mij heb zitten. Meneer is thuisgebleven, zeg maar Herman. Oké, Mr. H. Mag dat? Ja, dat mag ook. Ja, meneer, ik ben eigenlijk een klein beetje verrast dat u hier tegenover mij zit. Waarom? Want allee, ten eerste, iemand die gewoon thuis voor mij maakt, vind ik ten eerste heel top. Maar ook gewoon op tv vind ik u, met respect, zo'n moeilijke gast precies om te bereiken. Als ik u op tv zie. Ja, je zet wel een andere persoon op tv dan privé natuurlijk. Hè. Inderdaad. En als je op tv komt, zeker door de jaren heen, hè, ik doe het al 40 jaar, heb je zo'n trucje, hè. Zo'n beetje een uitgestreken gezicht. Je hebt ook een uiterlijk, een lang haar, een bril. Hè. Dus er wordt geregeld verwezen. Ah, dat is een dine met zijn lang haar. Zo, weet je wel? Dat is een dine van op tv, van de slimste mens. Maar privé ben ik natuurlijk een heel andere persoon. Nou, ik ben eigenlijk heel rustig. Ja, een beetje teruggetrokken zelfs. Ik zal nooit als eerste op tafel springen om te dansen of zo. Nee. Nee. Oké, en zo, allee, als iemand tegen u moet zeggen, meneer Herman, u bent wel een soort van straight up, een rechtuit onbeleefde persoon op tv bijvoorbeeld. Maar ik ben rechtuit, dat is niet altijd onbeleefd, maar soms komt het zo over. Ja. Tegenwoordig mogen niet veel meer zeggen natuurlijk. Hè. Ja. Je moet oppassen met de hele woke-generatie. De jongere generatie denkt heel anders over alles dan vroeger. Hè. Houdt u er rekening mee? Ja. Ik heb een vriendin van 31. Dus die is toch die gender en ongelijkheid gestudeerd heeft. Dus die bezig is met seksisme, racisme enzovoort. En ik ben daar niet alleen door haar, maar automatisch ook zelf ook mee bezig. Okay. Kijk, ik ben schrijver, hè, en ik ben geen journalist. Ik ben een fictieschrijver. Maar ik probeer zoveel mogelijk de vinger aan de pols te houden. Hè. En ook te schrijven over dingen die de mensen bezighouden. Hè. Uh-huh. Ik heb 4 columns in een week. Hè. Twee in België, Radio 1 en Humo. En dan nog 2 op websites in Nederland. En die willen wel dat ik over wat er vandaag gebeurt, dat ik erover schrijf. Ja. Oké. Okay. Voordat ik verder ga. Zit niet op die stoel, maar ik wil dat waar je zit op die andere. Ja. Wanneer u zegt column, wat bedoelt u exact? Een kort stuk, hè. Kort stuk, oké. Okay. Een stuk van 700 woorden. En in de Humo doe ik dat al van in 1996, iedere week. En dat is mijn krantenkop. Ik moet een krantenkop kiezen. Mm-hmm. Ik las de Nieuws, de Morgen, het Nieuwsblad. En daar dan een stuk over schrijven. Okay. Ja. Over actualiteit dan? Dat is meestal echt actualiteit. En dat zijn de dingen dat u zelf dan opzoekt? Of dat zijn de dingen dat u ook meestal meegeven? Ja, opzoeken doe ik niet veel. Hè. Ik... Bijvoorbeeld een krantenkop, ik zeg maar iets. 70% van de mensen vinden dat je niet tot je 67ste moet werken. Okay. Hè? Dat je pas met pensioen kunt op 67, dan schrijf ik daarover. Ik ben zelf 65, ik trek pensioen, ben gepensioneerd. Maar ik heb een klein bedrijfje en dat zet ik gewoon voort. Omdat dat pensioen is 2 keer niks. Hè. Voor een zelfstandige is pensioen een aalmoes eigenlijk. Hè. Dus spring er niet ver mee. Dus ik ga gewoon door mee schrijven. Tot wanneer? Tot als ik doodval waarschijnlijk. Ik doe het graag. Ik doe het nog altijd even graag als 40 jaar geleden. Ik ben graag bezig met de actualiteit en daarover te schrijven. En voilà, waarom zou ik stoppen? Deze is niet een vraag die ik had genoteerd, maar omdat u dat juist zegt, dat u pensioen trekt. Als u ook bijvoorbeeld uw goal, meneer Brusselmans, dan ziet u ook bijvoorbeeld een plaats waar een vermogen staat, bijvoorbeeld. Ja. Ik ga niet zeggen het bedrag dat ik daar zie, maar dat is wel een leuk bedrag. Ja. Trek je dan ook pensioen met zo'n bedrag? Ja. Oké, ja. Ik zeg dat pensioen is niet veel en ik moet er niet van leven. Ik heb inderdaad veel gespaard in mijn leven. Ik heb nu een huis gekocht, een duur huis. We zijn verhuisd omdat we een baby hebben en er was te weinig plaats in een ander huis. Dat was een loft.
iets zoals hier, hè, heel open. En er was geen plaats voor het kind, dus heb ik een ander huis gekocht. En ja, weet je, dat vermogen dat wordt dan gepubliceerd. Ik sta nummer 25 in de top 25 van de rijkste showbizfiguren. Dus ja, maar ik ben natuurlijk wel wat aan het afbouwen. Hè, want vroeger deed ik heel veel literaire optredens. Lezingen overal in Nederland en België, continu aan de rood. Maar dat ben ik nu wel aan het afbouwen. Zeker ook omdat ik daar met dat klein kindje zit. En mijn vriendin wil in juni terug gaan werken, dus zit ik met de kleine. Ja, je hebt zelf waarschijnlijk ook meegemaakt. Ja, zeker. Met een klein kindje zitten. Ja, twee. En dan konden we hier allebei... vroeger waren wij vrij, dan stapte buiten. We gingen veel op restaurant, gestapt buiten. En iemand had u tegen, maar nu moet er minstens één thuis blijven voor het kindje. Ofwel een baby zit, maar dat durven we zo nog niet. Het is nog te klein. Ik heb nog nooit gedurfd ook. Nee. Ik vertrouw dat gewoon niet. Maar wij nemen hem overal mee naartoe, voor zover dat mogelijk is, op restaurant. Hij heeft zelfs al hier in een Boerla-schouwburg in Antwerpen moest ik iets doen. Heeft hij al gezeten in zijn wieg, in zijn kinderwagen. Ja. Enzovoort. Hè. Dus, maar goed, ik schrijf dus die stukken elke week. En romans, hè. Ik schrijf natuurlijk ook romans. Hè. Ja. Maar laten we even terugkeren naar het verleden. Waar bent u geboren en getogen? Ik ben in Hamme geboren, dat is er niet zo ver van. Ja, inderdaad. Dat is tussen Antwerpen en Gent, tussen Dendermonde en Sint-Niklaas. En ik was de zoon van een veehandelaar, dus mijn vader kocht en verkocht koeien. Dat was een hele harde jeugd. Zo. Ik had een broer en een zus en ik en mijn broer moesten meewerken in de zaak van als we... 8 à 10 jaar waren. Veel meegeweest naar slachthuizen en veemarkten. Ik heb daar veel ellende gezien. Dierenleed, ik ben ook een enorme dierenliefhebber. Ik zet mij ook in voor Gaia en zo. Ik schrijf columns voor een blad, gratis. Dus ik heb enorm veel dierenleed gezien en ik was er echt niet goed van. Maar ja, als je 10 jaar bent, kun je moeilijk zeggen. Ik trap het af, hè. Dus je zit daarin. En in Hamme dus naar school geweest en dan op mijn 18e naar Gent gaan studeren, Nederlands en Engels. En dan afgestudeerd en dan rond die tijd ben ik ook echt beginnen schrijven. Ja. Hoe kwam dat? In de middelbare school had ik zeer weinig gelezen, omdat ik ook vooral bezig was met voetbal en drummen. Eerst wou ik voetballer worden, daarna drummer. Dat is allebei mislukt. En dan was ik beginnen lezen en ben ik beginnen denken van ja, ik ga dat ook eens proberen en schrijven. En mijn eerste boek is direct aanvaard door een Nederlandse uitgeverij. Dus ik was vertrokken. Dat was in 1982, toen was ik 23. Maar ik wou dat eigenlijk ook zo snel mogelijk fulltime professioneel doen. Van 1982 was u... 24. Ik ben van 57. Ik was net geen 25, ja. En ik wou dat zo snel mogelijk professioneel doen, fulltime. En in 87 heb ik dat geriskeerd. Mijn eerste vrouw zei tegen mij, probeer het eens, hè, een jaar. En als je brood mee kunt verdienen, ja, dan kun je verder doen. Dat was dan dat eerste jaar wel al gelukt en ben ik verder gaan schrijven. Hè. Okay. En sindsdien niks anders meer gedaan. Dus eigenlijk is uw schrijverscarrière op een jonge leeftijd begonnen? Ja, ik was al bezig zo op mijn 16e, 18e, zo een beetje kleine stukjes. En een gedichtje hier en iets daar. Voor het bladje van de middelbare school, later voor het blad van de universiteit. Maar nooit met gedacht van, ik ga dat fulltime doen. Dat is pas later gekomen. En op mijn 29e dan ben ik zelfstandig geworden. En in de 30 heb ik een bedrijfje opgestart. Ja. Maar als iemand dat nu moest vragen, wat voor jeugd exact hebt u gehad? Een harde jeugd. Ja. Bij de ouders? Mijn vader was veehandelaar, mijn moeder was huisvrouw. Nee, ging dat in die tijd. Okay. 3 kinderen, meewerken in de zaak, okay. Het huishouden doen, de kinderen verzorgen. Er werd er niet aan gedacht. In mijn klas, in de jaren 60, in mijn klas op de lagere school, was er geen enkele vrouw, geen enkele moeder van de jongens. Het was een jongensschool. Die werkten, die bleven allemaal thuis. Er waren gezinnen van 7 kinderen. En de vader moest het
Dat was zo zijn we dat. De vader moet geld verdienen en de moeder moet thuis blijven. En in die tijd, je hebt een huis met 7 kinderen, of jullie, je waren met 3 dan. Ja. Uw moeder bleef dan thuis, maar verdiende uw vader dan genoeg om jullie bijvoorbeeld om rond te komen? Ja, ja, hij verdiende wel genoeg om rond te komen. Het was geen rijkdom, maar een goede middenstand zo. Hè. Maar wel keihard werken, hè, dag en nacht. Hè. Ja, koeien die kalf, die krijgen een kalf en zo, midden in de nacht en zo. Je moet er altijd zijn. Hè. Dus, en mijn vader was een beetje een nerveuze, soms agressieve man. En ik heb daarover geschreven in mijn laatste boek. Over het feit dat hij soms sloeg en stoelen door de vensters smeet. En een beetje een agressieve man. Geen een slechte man. Een goede man eigenlijk, maar altijd onder stress. Die mens was altijd gestresseerd. En wanneer u zegt sloeg, bedoelt hij? Trouwens, dat is een goede vriend van mij. Hij is ook een dierenliefhebber. Hallo. Hij is een dierenliefhebber zoals u. Ja. Maar ik was, wanneer u zegt dat hij sloeg, bedoelt hij, doet u dan u? Of? Ons, de kinderen en mijn moeder ook. Hè. Maar dat is het belangrijkste stuk in mijn boek. Is dat ik op een bepaald moment was ik 15 en mijn broer 17. En toen hebben we met mijn vader is het finaal in elkaar geslagen. Ja, u en uw broer? Ja. We hebben gezegd, nu is het gedaan met die agressie. En we hebben hem in elkaar geslagen en hij heeft nooit meer een vinger uitgestoken. In mijn cultuur mag dat niet, dit. Nee, maar ja, wij moesten iets doen om mijn moeder te beschermen. Hè. Dat is waar. Ja. Maar dat is... Wow, deze is... In mijn dat is heavy stuff. Is heavy maar, stuff, inderdaad. Maar ik weet het, het was een middel om die agressie van mijn vader te stoppen en dat is gelukt. Daarna heeft hij nooit meer een vinger uitgestoken, want hij wist dat zijn 2 zonen... Mijn broer was een grote, sterke man. Ik iets minder, maar zwart. Hij wist dat zijn 2 zonen sterker waren dan hij. En het was gedaan met de agressie. Ja. Ik ga niet liggen, ik ben juist bang, maar ik heb zelf 2 zonen. Ik ga me ook aframmelen. Nee, als jij niet aframmelt, gaan ze het ook niet doen. Hè? Nee, maar oké, dus wel een ja, dat is wel een harde jeugd. Hè. Als je ook tot zover moet komen. Ja, het was een keiharde jeugd. Ik zeg het altijd, als mijn vader weg was, zat hij me eigenlijk bang te wachten totdat hij terugkwam. Oké. Ja. Zo, ja, dat ken ik ook. Maar mijn moeder is jong gestorven, hè. Die was maar 61. En mijn broer die was in de zaak gegaan en die had veel te veel geld geleend en ze zijn failliet gegaan. Oh. En mijn vader en mijn broer hebben nooit meer tegen elkaar gesproken. Tot de dood van mijn vader. Nooit meer. Want mijn broer is nog bij het sterfbed van mijn vader geweest. En mijn vader wou hem niet spreken. Ja. En, dat heeft wel een impact gehad op. En dat heeft een impact, want mijn broer is aan de drank geraakt, zijn werk kwijt, zijn vrouw kwijt, zijn kinderen kwijt. En die heeft lang in de miserie gezeten, nu nog, want nu woont hij in de daklozenopvang. Maar ik geef hem continu geld om sigaretten te kopen en van alles. Ja. Maar als ik zoiets hoor bijvoorbeeld, en u zegt dat uw broer dakloos is... En u geeft hem geld voor sigaretten, is er geen mogelijkheid om misschien... Want ik weet, sommige mensen, wanneer ze in de struggle geraken, het is moeilijk om hen te helpen. Moeilijk, zeer moeilijk. En is dat... u hebt het waarschijnlijk geprobeerd, maar... Blijft u proberen, of...? Ik zeg, ik geef hem geld voor sigaretten, maar ik geef hem veel meer geld dan dat. Ik heb hem al 1000 euro's gegeven. En hij zegt altijd, ik ga ze terug betalen, maar dat lukt niet. Maar hij zit voorlopig in de daklozenopvang, maar dat is een klein studiootje, dat is oké. Okay, dat is gemeubeld, dat is met een tv en al, dus hij kan zijn plan trekken. En de mensen zijn van het CAW zijn nu op zoek naar een huis voor hem. En die beheren zijn pensioen. Die zorgen ervoor dat hij niet te veel geld uitgeeft aan van alles en nog wat. Okay. Dat hij geld uitgeeft aan zijn huur, aan zijn kleding, aan zijn voeding. Ja, die jongen, dat is een goede jongen. Jongen zeg ik, hij is 67, 68. Maar ja, die heeft verkeerde keuzes gemaakt in het leven. En soms maakt een verkeerde keuze in het leven. Als je 40 bent en op je 80ste, heb je er nog last van. Ja. Dat is een hele verhaal. Ja. Ik wist dat niet. Maar u bent natuurlijk opgegroeid, zoals u zei, u was ook een voetballer. Ja. En mislukt tot
tot welke level heb je het dan gehaald? Of? Wel, ik was bijna profvoetballer bij Loken. Loken, ja. Maar ik zat er een jaar in Loken als voorbereiding op een profcontract en heel dat milieu stond me niet aan. Ik wou ook gaan studeren en ik was, dat kan ik nu zeggen, zoveel lang geleden, ik was een goede voetballer. Maar trainen en zo, ik deed dat niet graag. Ik wou gewoon alleen maar met dat balletje spelen, weet je wel. En 4-5 keer in de week naar Lokeren op mijn brommer kunnen doorweer en wind om te gaan trainen. Ik zag het niet zitten. En ik heb dan gekozen om daarmee te stoppen. Ik heb nog even in een lagere klasse gespeeld, nog een jaar of twee. En ben dan vroeg gestopt. Ik was dan ook al getrouwd de eerste keer enzovoort. Dus dat voetbal is dan verdwenen. Ik ben nog altijd een voetballiefhebber. Hè? Want kijk nog alles op tv. En... Ben je ook partner op extra time geweest? Ja, ik heb vaak commentaar gegeven bij voetbal, ook in Holland. Ja. En, tot de dag van vandaag? Het is nu een tijd geleden, maar... Ik was in 2K in Qatar, heb ik verschillende keren in België en in Nederland commentaar gegeven bij de wedstrijden van de Belgen. Dus laten we zeggen, ik ben nog altijd zeer geïnteresseerd in voetbal, ik volg het. Maar ik ben niet een supporter van een bepaalde club. Ik woon in Gent al heel lang, maar het is niet dat AA Gent mijn lievelingsclub is. Toen ik klein was, was het Anderlecht. Omdat Anderlecht was de enige Belgische club in Europa, Europees iets betekent. Oh, KV Mechelen doet dat. Oké, misschien... Veel later, hè. KV Mechelen heeft eens een beker gewonnen tegen Ajax, maar dat was veel later, hè. Ja. Ik spreek hier over de jaren 60, hè. Toen ik 10 was, waren het nog de jaren 60. Was Real Madrid ook zo de ploeg? Ja, Real Madrid was de beste ploeg ter wereld, hè. Ja. Dat is een dictatuur. Hij is een Barça fan en hun excuus is altijd de koning. Ja, de koning heeft al die bekers gekocht. Maar dat is een eeuwig argument dat we gaan hebben over de Real Madrid en Barcelona. Maar in die tijd was Real Madrid ook gewoon dominant. Zoals... Dat was de beste. Die hebben 5 keer de Europa Cup gewonnen. Na elkaar. De Champions League en zo, dat bestond nog niet. Dat was Europa Cup 1, Europa Cup 2 en Europa Cup 3. En Real Madrid was de ploeg, hè. Gaat toen ook al de Engelse ploeg, Liverpool en zo. Ja. Maar is, uw carrière is eigenlijk door uw doorzettingsvermogen, heb je het eigenlijk niet kunnen halen? Nee, ik heb het niet gehaald. Ik wou dan drummer worden, maar er was één probleem. Ik heb te weinig talent. Ja, want ik kan drummen, maar niet goed genoeg. Ik ging dan naar bands kijken, naar... Bruce Springsteen en Prince en noem maar. Ik zat naar die drummers te kijken en ik dacht van, ja, wat dat die gasten kunnen, dat kan ik nooit bereiken. En ik ben zo niet iemand die alleen maar een hobby heeft en die denkt van, ja, ooit zal ik het maken, weet je wel. Want als je het in iets wil maken en je wil in iets succes hebben, moet dat meestal wel beginnen op jonge leeftijd. Hè. Er zijn ook mensen van 60... Ik heb daar veel mee te maken. Mensen van 50, 60 jaar die een boek schrijven. Die zijn daar 10 jaar aan bezig geweest. En dan lezen ze één bladzijde en dan denken ze van... Het is niks. Vol taalfouten en weet ik veel. En dan denken ze van... Die mensen hebben daar 10 jaar van hun leven in gestoken. En ik wou dat niet doen met dat drummen. Zo, weet je wel, altijd maar zitten drummen in de hoop dat ik ooit eens zou doorbreken met een band of zo. Maar dan wist ik... Ik heb nog een drumstel. Ik zit op mijn zolder nog te drummen. Maar ik had geen talent. Ja. Dat is wel waar wat u zegt. Je moet eigenlijk vroeger beginnen. Ik was ook begonnen met een boek. Hè. Ik heb je er juist gezegd, maar die is nooit uitgekomen. Wordt in het Engels zeker? Hè? Ja, in het Engels. Ja. Mysterious Ways in Brooklyn. Ja. Voordat wij over uw schrijversgedeelte gaan spreken, wil ik wel één ding vragen over uw vader. Nogmaals, ik heb dat hier opgeschreven. Op jonge leeftijd, ja, hier is het. Ik heb het. Op jonge leeftijd, had u een was u verliefd op een donkere vrouw? Weet u dat nog? Ja. En uw vader was er niet zo blij mee. Ja, dat was in die tijd was dat zo. Hè. Bij ons in Hammen woonde één donker gezin, een zwart gezin, en dat was een voetballer.
En die speelden bij Vigor Hamme, dat was de club van Hamme, speelden die mens. En dat was een hele goede voetballer. En dat was direct in Hamme. Ja, hij is van ons. En die mens heeft dan een groente- en fruitwinkel geopend. En dat had veel succes. Omdat dat een voetballer was. Maar mocht dat geen voetballer geweest zijn, zou er misschien meer racisme geweest zijn. Maar als een donkere mens in een witte gemeenschap iets presteert, dan is hij van ons. Dat is met voetbal hetzelfde. Hè. Ze roepen racistische dingen naar de tegenstander. Maar hun eigen donkere mensen, die zijn goed. En daaraan zie je hoe debiel dat is, hoe dat werkt bij de mensen. Maar ik ben verliefd geweest op een donker meisje. Ja, dat was de dochter van die mens. Maar de verliefdheid was niet wederzijds. Dus, en dat moet je stoppen, hè, Charlie. Als het niet wederzijds is, je moet ook niet zitten denken, ja, ik ga een bloemetje kopen, ik ga praline kopen en dat zal het wel lukken. Als dat gevoel er niet is, is het niet. En je kunt dat niemand kwalijk nemen. Ik was verliefd op dat meisje. En zij zei tegen mij, ik ben niet verliefd op u. Dan is het gedaan. Hè. Ja. Dat moet je zeggen, ja, oké, spijtig, maar komt niets van in huis. Ja. Maar zo zie je bijvoorbeeld, allez, dat is misschien bij u gebeurd, dat de papa dat niet leuk vond, maar dat gebeurt bij veel mensen. Nog altijd. Ik nog altijd. Vroeger, alles wat dat vreemd was, want in Hamme kwamen ook Marokkaanse mensen wonen. Mm-hmm. Die werkten op fabriek. In Hamme de paar fabrieken, grote fabrieken. En dan kwamen Marokkaanse mensen wonen. En het is altijd hetzelfde, ja. Marokkaan en buiten, Marokkaan dit. En een buur is een Marokkaan, maar dat is een goeie. Maar al die anderen, wat lopen die hier te doen? Dat is typisch, hè. Ik heb dit gehoord bij een van de Vlaams Belangers die ik hier heb uitgenodigd. Hij zei, maar mijn buurman, dat is de goeie, dat is de... Ja, voilà. Maar oké, dat is wel waar wat u daar zegt, maar wat ik ermee bedoelde eigenlijk is dat ook in de allochtoonse omgevingen gebeurt dit ook. Ja. Deze is niet mijn nationaliteit, breng hem hier niet. Bijvoorbeeld, ik ben Belg, maar Congolees, roos of course. Deze is niet van mijn stam. Ja, dus het is overal. Dat gebeurt niet. Allee, ik heb dat ook gewoon willen stellen, omdat ik dat ook wel laten zien dat dat ook bij ons gebeurt. Ja, het is. Het is overal, alles wat dat onbekend is en vreemd is, hebben heel veel mensen, oei, wat nu, weet je wel. Maar ik heb me er altijd boven gezet. Ik ben echt ongelooflijk van het standpunt, ieder mens is gelijk. Wat dat je doet, wie dat je bent, zwart, wit, homo, hetero. Wat dat de woke-beweging nu zegt, antiracistisch, antiseksistisch, dat was ik al toen ik 15 jaar was. Maar ik kan wel een keer lachen, zo, weet je wel. Ik kan wel een keer lachen met een homo of zo in mijn literatuur. Hè. Niet als persoon, maar als schrijver. En dat wordt mij soms kwalijk genomen. Maar dan zeg ik, jongens, oké, er zijn veel problemen op dat gebied. Maar laten we nu en dan wel een keer lachen. Hè. Ja. Ja. Maar ik ben een zeer linksdenkende persoon. Vrijheid en blijheid voor iedereen. Ja. Het is erom dat ik vind het zo afschuwelijk. Ik ben er nog altijd niet goed van, elke dag, dat er nog zoveel oorlog is. Hè. Je kunt dat niet begrijpen, dat de mensen ondertussen niet slimmer geworden zijn. Allee, in Sudan bijvoorbeeld. Die twee generaals die er met hun eigen leger elkaar afslachten. Al die burgerbevolking moet vluchten enzovoort. Dan denk je van, hoe is dat mogelijk in deze tijd? Dat is macht, hè. Ja, die een heeft macht, die ander wil die macht, of omgekeerd. Ik heb nooit macht gewild. Zelfs niet over mijn mond, weet je wel. Ik heb nu een kindje van 2 maanden oud en dat zal opgroeien. Oké, dat heeft een heel oude vader. Als die klein 15 is, ben ik al 80. Maar ik ga die klein in alle vrijheid opvoeden. Natuurlijk, hij moet niet op straat lopen onder een auto, dat niet. Maar hij mag, als die kleine zegt dat hij 15 jaar is, ik wil vuilnisman worden, dan wordt hij het. Ja. Inderdaad. Ja, wil hij studeren in het buitenland, wil hij dit, wil hij dat,
Dat mag van mij. En mijn vriendin denkt er ook zo over. Ja. Ik heb u er juist een vraag gesteld van hoe wordt u een schrijver? En uw antwoord was, ja, door te schrijven gewoon. Ja, weet je, het zit in u. Waarom is er 1 op 100 mensen die schrijft en die andere 99 niet? Hoewel bij die 99 zitten er veel bij die zeggen, goh, ik heb van alles beleefd in mijn leven, ik kan daar een boek over schrijven. Dan zeg ik altijd, ja, schrijf hem dan. He? Er zijn ook veel mensen die vragen aan mij, wilde jij mijn verhaal niet opschrijven? Ik heb eens een tour gedaan, 2 keer al een tour van de gevangenissen in België, om met die mensen te gaan spreken. En die hebben natuurlijk allemaal veel meegemaakt. He. Je zit niet voor niets in een gevangenis. He. Er zijn moordenaars bij, er zijn drugsdealers bij, noem maar op. En die mensen zijn blij dat ze met iemand kunnen babbelen en zeggen wat ze willen. En nadat dat gesprek dan gedaan is, komen er 5, 6 bij mij van, ja, wil jij mijn verhaal niet opschrijven? Maar dat soort schrijver ben ik niet. Ik stuur die altijd door naar een journalist. Omdat die kunnen dan een boek schrijven, eventueel, over het leven van die mensen. Maar ik zelf doe dat niet. Nee. Maar de meeste mensen hebben een verhaal waarover een boek kan geschreven worden. En soms doen ze het zelf. Maar ja, je moet toch tenminste een beetje ook de taal kennen. En de taalregels en de grammatica en de semantiek en noem maar op. En als veel mensen mijn boeken lezen, dat zijn typische boeken waarvan je denkt, ah ja, is dat een boek geschreven? Dat kan ik ook. Ik zeg dan altijd, doe het dan. Hè. Ja. Op café zitten zeggen, ik wil schrijver worden, je moet dan in een bureau zitten en schrijven. Want ik schrijf al 40 jaar heel veel. Hè. Ik heb 87 boeken. Ik heb al die columns, ik heb al die teksten die ik voorlees op literaire optredens. Dus ik ben daar echt heel erg mee bezig. Nog altijd, ik ben 65. Ja. Inspiraties? Want u schrijft, zoals je zegt, ook over roman. Kan ik dat bekijken als liefde? Ja. Liefde, seks, drugs? Ja, over alles. Het is te zien, ik schrijf 1 soort boeken, autobiografisch, over mijn eigen leven. Uh-huh. Een ander soort boeken dat volledig verzonnen is. Verzonnen is. Ja, nu heb ik mijn nieuwe boek komt uit in september. Het huwelijk van Jan en Sophie heet dat. Dan heb ik Jan en Sophie, 2 personages, die in de 20 zijn, dus die totaal niks met mij te maken hebben. En die leren elkaar kennen en die trouwen en dan is er bruiloft en dan gebeurt er van alles. En dan krijgen ze een kindje. En op het einde gebeurt er iets, maar dat ga ik niet verklappen. Maar wat ik zeg, er gebeurt van alles en dat van alles, dat moet je verzinnen. Ja. U schrijft dat zelf of heeft u een team? Nee, ik schrijf alles zelf. U hebt 87 boeken? Ja. Maar normaal is het meer of echt 37? Want, of zijn er misschien boeken die niet nooit zijn uitgekomen? Of... Nee, alles waar dan mijn naam op staat en een titel en dat je vast kunt houden, is een boek. Maar er zijn ook kleine boekjes bij, speciale uitgaven enzovoort. Maar echt boeken heb ik er in de 60. 60. Ja. Okay. En wat is de reden dat u bijvoorbeeld een boek zal schrijven en zoiets hebben van, nee, liever deze ding? Dat gebeurt. De meeste boeken worden uitgegeven, maar het is al verschillende keren gebeurd dat ik begin aan een boek. Bladzijde 10, bladzijde 20 en bladzijde 30. En dat ik voel, dat is een gevoel dat je hebt. Dat moet je zelf hebben, dat gevoel. Je moet zelf kritisch kunnen zijn en zeggen van, het is niet goed. Ik ga het wegsmijten of opzij leggen. Ik ga aan iets anders beginnen. En dat is al verschillende keren gebeurd. Ja, dus ik heb enorm veel geschreven, maar ook veel dat niet gepubliceerd is. Ja. En als u bijvoorbeeld zo boeken schrijft, wie is uw doelgroep dat u wilt bereiken? Het is moeilijk om een profiel van de lezer te hebben. Hè. Dat kunnen jonge mensen zijn, dat kunnen oudere mensen zijn. Ik moet zeggen, nu mijn publiek is ouder geworden. Omdat de jonge mensen... Het is een probleem met jonge mensen dat ze bijna niet meer lezen. Ze hebben een gsm, hè. En vaak, ja, weet je, ze zitten op YouTube, ze zitten op Instagram, ze zitten naar die filmpjes te kijken, TikTok. Nu moet ik wel zeggen dat er toffe dingen bij zitten. Podcasts hebben we nu tegenwoordig ook heel veel.
En er zitten ook heel veel toffe dingen bij die eigenlijk de literatuur een beetje aan het vervangen zijn, snap je? Zo, veel mensen, een boek van 500 bladzijden, een jonge mens van 17 jaar of 15 jaar, die leest en die denkt van, dat is te traag, dat moet rapper gaan. Vandaar ook op de gsm, alle filmpjes, dat gaat tik, tik, tik. Dat is heel rap. Maar ik ben er geen tegenstander van. Hè. Ik zeg, jonge mensen, houd u daarmee bezig. Heb je nooit zoiets van gehad van, ik moet een transitie vinden van, allee, ook misschien geen boeken meer schrijven, allee, boeken sowieso schrijven, maar hoe pas ik me aan het TikTok-gedeelte, hoe pas ik me aan Instagram, bijvoorbeeld TikTok, filmpjes maken met stukjes van mijn, allee, hoofdstukjes van mijn boek bijvoorbeeld. Ja. En dan zo, want ik zie mensen dat doen soms, die nog, allee, voor Heetloze Pauze bijvoorbeeld, is zo'n boek, dat op TikTok gewoon zijn eigen beelden heeft, maar met de citaten dat ze dat erin staan. Ah, wel ja, bijvoorbeeld. Dat is een heel goed middel om je uit te drukken. Een boek is een middel om je uit te drukken, maar dat ook. Mm-hmm. En je moet mee met je tijd. Ik heb dat straks gezegd, ik heb een Instagram-account. Ja. Maar dat is mijn vriendin die dat bijhoudt. En die zegt dan een keer, kom, we gaan een filmpje nemen, maken. En kom met een hond en met een baby en dit en dat. En ik doe mee, weet je wel, maar zelf staat mijn hoofd er niet op ingesteld. Mijn hoofd staat ingesteld op schrijven, schrijven, schrijven. Maar ik vind, ze zeggen soms de jeugd, maar dat zeggen ze altijd, hè, de jeugd van tegenwoordig en dit en dat. Maar ik vind de jeugd van tegenwoordig is fantastisch bezig. Die maken hele goede dingen. Ik weet niet wat jij zei, Charlie. Ik ben maar, 33. Nou, wel, dat is jeugd nog, hè. Dat is jeugd, hè. Dat is jeugd. Ja. Maar je beseft dat niet. Als je 33 bent, dan denk je waarschijnlijk, ja, ik ben al in de 30 en al. En begint straks nog 5 jaar en ben 40. Ja. Maar ja, als je iemand zoals ik, 65, dat gaat zodanig snel en ongemerkt voorbij. Ik kan dat niet geloven dat ik 65 ben. Want iemand van 65 is een oude mens, weet je wel. Maar ik ben dus een oude mens, maar dat wil niet zeggen dat je moet blijven stilstaan in het verleden, hè. Je mag bezig zijn met je verleden en herinneringen en nostalgie en noem maar op. Ik heb 30 jaar in een straat gewoond in Gent. Ik ben dan nu weg. Dat doet mij wel iets, weet je wel. Ik heb daar heimwee naar en in dat nieuwe huis moet je aanpassen enzovoort. Maar dat is met alles in het leven. Als er iets nieuws gebeurt, hé, met die baby, moet ik me nu ook aanpassen. Mijn vrijheid is nelfs weg, maar je ziet dat manneke liggen en gesmelt. Hé. Dus er gebeuren altijd onverwachte dingen in het leven. En of dat je nu 35 bent of 65, moet je een beetje aanpassen aan wat er gebeurt in je leven en in het leven rond je. Ja. Dan mijn volgende vraag. En als het verkeerd overkomt, mocht je me dat zeker laten weten. Zeker. Het roken gedeelte. Roken. Ja, weet je, dat is eigenlijk de enige verslaving. Enfin, ik heb nog maar één andere verslaving gehad, dat was drinken. Daar ben ik heel vroeg mee gestopt. Op mijn 36 heb ik gezegd, het is gedaan, 0,0. En dat roken, ja, het is verschrikkelijk. Hè. Wat ik allemaal geprobeerd heb om er van af te geraken. En er zijn periodes dat ik dan wat minder rook. Of 2-3 dagen stop, maar het is, mijn lijf wil dat. Het is echt, volgens mij, ik heb nooit drugs gebruikt, dus ik weet niet hoe dat zit. Maar er zijn, ik ken mensen die drugs gebruiken en die zeggen van, en die er vanaf zijn en die zeggen, roken is de ergste verslaving. Omdat van drugs worden raar en of je valt in een coma als je te veel gebruikt, hetzelfde met drank enzovoort. Maar van sigaretten roken, je wordt daar niet ziek van. Allee, ooit wel. Hè. Maar je merkt dat niet echt tot dat echt komt. Ja, voilà. Ik ben een risicoroker. Hè. Ik ben 65, ik rook al heel lang. Ik rook redelijk veel. Dus als ik ooit ziek word van het roken, moet ik er niet van verbaasd zijn. Hè. Want dan heb ik het zelf gezocht. En mijn vriendin zegt van, die is anti-roken. Ik ben natuurlijk nu gestopt met binnen te roken, met het kindje. Ik rook nu alleen op buiten, waardoor ik eigenlijk een helft minder rook. Maar het is echt zo'n vieze verslaving en ik ben echt soms heel kwaad op mezelf als ik weer een sigaret opsteek. Maar het is een lichamelijke behoefte. Heb jij ooit gerookt? Ja. Nu nog? Nee, ik ben wakker geworden. Deze is misschien 6 jaar geleden, misschien nog langer. Ik was met de heroïnterpus, sorry dat ik dat moet zeggen, maar je kunt in bepaalde winkels gaan en je koopt gewoon losjes hier, bijvoorbeeld, destijds. Maar pakjes waren goedkoop, dat was misschien €5.
Maar omdat ik gewoon zo... Ik wou geen pechschop, dus ik kwam vol een bek losjes geld. Maar die losjes geld ging snel gewoon op. En op een dag zegt hij mij, joh, waarom doe ik dat? Zelf? Ja, dat is de vraag. Hè. Waarom doe ik dat? Waarom? Mijn opa is gestorven. Rokende. Ja. Mijn onkel is gestorven. Mijn onkel, ik herinner me nog, ik was nog toen in Amerika. Ik zat vast toen hij, ja, toen hij gestorven is. En ik vroeg aan mijn vader, hoe is mijn onkel gestorven? Ja, de dokter heeft hem toen gezegd, stop met roken. Maar hij was al te laat. Te laat, ja. En hij bleef maar roken. En dan heb ik mijn sigaretten. Weet je, ik ga ook niet liegen, marihuana gesmoord. Ja. En daar heb ik bijvoorbeeld nooit zo'n vies gevoel dat hij had. Ja, het is de sigaretten, de tabak, nicotine en al die dingen die erin zitten, dat is het gevaarlijkste spul wat er is. Hè. Je kunt eens een jointje roken, maar ja, je rookt geen 30 joints per dag. Als je dat doet, zit ook in de problemen natuurlijk. Hè. Ah, Snoop Dogg, je ziet het niet. Ja. Snoop Dogg, hij ziet er gezond uit. Hè. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar nee, ik denk gewoon, dat is ook iets. Want die mensen die gebruiken... Puur. Allee, ze zitten geen tabak erin, bijvoorbeeld. Die hebben geld, hè. Ja, die kunnen de beste shit kopen. Ja, allee, kijk naar de Rolling Stones. Die zijn allemaal aan de heroïne geweest, maar die hadden het goede spul. Want wat je op straat koopt van drugs, dat is daar meestal bucht, hè. Ja. Dat is ook iets dat ik wel... ik ben niet echt een rock'n'roll fan of zo, maar dat is wel... Is die genre muziek ook niet waar het meeste drugs in zit? Ja, maar pas op, je mocht een jazzwereld niet vergeten. Hè. Die mannen die waren allemaal aan de drugs. Hè. Dat waren de jaren 50 en zo, Charlie Parker en zo. En al die mannen die waren allemaal zwaar aan de drugs. Dat was echt pas echt de rock'n'roll, de jazzwereld. Ze zeggen wel dat de zwarte man de eerste rock'n'roll artiest is. Ja, maar alle witte mannen hebben dat allemaal gepikt van zwarte mensen. Dat gaat terug tot de blues in de jaren 20 en nog. En wat vind je van de lichten ook niet van een zwarte man gepakt? Mooie licht. Nee, ik bedoel, Thomas Edison is degene die zeggen dat hij het licht heeft uitgevonden. En dat is niet waar, hè? Nee, dat had een slaaf die voor hem werkte. En blijkbaar heeft hij slaaf dat ook gemaakt. Ja, maar hele culturen draaien op de zwarte cultuur, hè? Alle muziek, alle moderne muziek van na de Tweede Wereldoorlog en ervoor ook al met een jazz. Hè. In de oorlog mocht dat niet gespeeld worden van de Duitsers. Maar daarna, de swing, de disco, de punk, oké, dat was wit. Maar al die andere genres, de blues, de rock and roll, Chuck Berry, noem maar op, Little Richard, allemaal zwarte mensen. Jimi Hendrix, wat was dat? Jimi Hendrix. Ook een rock and roll? Dat was echt een hard rock, okay, hè? Een hard rock. Maar ja, weet je, en het ergste is, je kunt je baseren op iets van vroeger, maar het ergste is dat gepikt wordt. En dat zelfs zwarte artiesten, Jesse Owens, dat is geen artiest, maar hij was een loper. Jesse Owens, hij is toch nu nog steeds, nee, dat is toch is hij geen burgemeester? Hij is dood, maar dood, ja, iemand anders. Dus hij heeft in 1936 in Berlijn, toen dat Hitler op tribune zat, heeft hij 4 gouden medailles gewonnen. Dus hij was een ster in Amerika. Maar als hij op hotel ging, moest hij langs de deur van de bediende gaan. Van de keukenmensen. Hij mocht niet langs de voordeur binnen. En dat is, ja, weet je, dat is zodanig, als je eraan denkt, dat is zodanig verschrikkelijk dat er geen woorden voor zijn. Ja. Ja. Wat u hier zegt bijvoorbeeld, over dat Jesse Owens een andere deur moest gebruiken, we gaan er niet te veel op baseren, te veel op ingaan, maar ik herinner me nog in de WK-tijd toen Origi een goede WK of EK had en ze hadden een liedje voor hem gemaakt, Origi, Origi, en dan in diezelfde liedje zeggen ze Origi, maken ze een voorbeeld. Dat is ook eigenlijk eenzelfde soort van, ja, jij wandelt die kent. Ja. Allee, dus, ja, dat kwam juist in mijn hoofd. Ik moet denken aan dat WK met Origi en Lukaku, die stond naast elkaar en de koning en de koningin gaven die allemaal een hand. En die koningin Mathilde kon Origi en Lukaku... Oh, jawel, dat heb ik ook gezien. Niet uit elkaar houden. Ja, dat is crazy. Dat is de queen of Belgium. Ja, maar. Die raken niet. Abonnee, ja. Ja. En Origi is ook geen Congolees. Ja. Nee. Maar het roken gedeelte, hopelijk. U hebt toch iets gezegd over kind, hè?
U bent, ja, 65 nu. Mijn eerste kind, ja. Uw eerste kind. Is uw eerste kind ook niet een motivatie om te stoppen met roken? Ja, zeker. Ik denk, allee, nu ben ik echt... Eigenlijk zou ik moeten zeggen, sigaretten, waar is de vuilbak? Koos erin, aansteker in de vuilbak. Maar ik ben, het is wel aan het keren in mijn hoofd. De gedachte, wat ik dus straks ook al zeg, ik ben 65, dat kindje is pas geboren, dus die is 15 en dan ben ik 80. Mijn vriendin zegt, als je je kind wil zien opgroeien, moet je wel gezond zijn. Je moet, als je 80, 90 jaar wil worden, moet je wel gezond zijn. Dus punt nummer 1 is, smijt je sigaretten weg. En het is echt in mijn hoofd aan het spelen. De behoefte is er nog, die drang naar, ik wil. Maar het is echt in mijn hoofd aan het spelen dat ik niet goed bezig ben. Ja. Voor de rest ben ik wel goed bezig. Ik eet redelijk gezond, ik eet niet veel, ik drink niet. Ik wandel veel enzovoort. Dus alleen die sigaretten. Hè. Ja. Hebt u nooit een kinderwens gehad ervoor? Jawel, maar mijn eerste vrouw die werd niet zwanger. Dat is onderzocht en alles was in orde, maar die werd gewoon niet zwanger. En mijn tweede vrouw... wilde geen kinderen. Die zei, dag, eerst nadat we elkaar ontmoeten, zei die, ja, kijk, hè, we zijn verliefd enzovoort, maar ik wil geen kinderen. Je zult er moeten bij neerleggen, ofwel ga je dan weg als je zelf kinderen wilt. Maar ik dacht, ik schreef 's nachts ook altijd. Ik was hele nachten bezig en ik dacht, meer kind gaat dat niet. En daarom dacht ik van, oké, ik wil ook geen kinderen. En dan heb ik een relatie gehad van een jaar met een meisje van 24. Maar ja, dat was te kort. En dan nu met Lena, die ook 24 was. Daar ben ik nu 7 jaar bij. Ze is nu 31. En dan hebben we wel onder elkaar gezegd, als er een kind komt, oké. Ja. En het is er nu. Ja. En vaderschap voor u? Ik vind het leuk, ja. Pas op, de klein, hij huilt veel. Hij slaapt weinig en hij huilt veel. Maar ik kan op een of andere manier... Ik kan er tegen dat gekrijs. Ik kan zo echt liggen krijs. Dat gezegd, sommige mensen zeggen van... Ik word er zot van dat gekrijs. Maar ik kan er tegen. Ik schiet zelfs in de lach. Als hij zo met zijn armpjes en zijn beentjes bezig ligt... Hij ligt te krijs en schiet in de lach. Dus ja, je bent zot van uw kind. Hè. Ja. 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 Deze, hopelijk is dit ook geen ongepaste... Vraag. Het leeftijdsverschil tussen u en uw madame. Ja. Heeft hij in het begin geen storing gehad? Nee. Mijn vriendin is geen typische jonge vrouw die met make-up en kleren en dit en dat bezig is. Die is echt wel maatschappelijk betrokken. Die heeft veel gewerkt voor goede doelen. Amnesty International... enzovoort, soepbedeling aan arme mensen, daar is zij allemaal mee bezig. Maar van oorsprong is ze lerares Nederlands. En ze heeft ook gratis lessen gegeven aan allochtonse mensen, hè. Enzovoort. Dus dat is iemand met heel veel verstand, die niet alleen maar bezig is met uiterlijk en al die shit. Want zo'n vrouw zou ik ook niet moeten hebben. Ik moet een vrouw hebben die... Mijn vriendin is een mooie vrouw, maar ze is in de eerste plaats een intelligente vrouw. En dat leeftijdsverschil heeft eigenlijk nooit een rol gespeeld. Nee. Ik heb nooit gedacht van snotneus of zo. Ik heb dat wel eens gezegd tegen haar. In een ruzie. Dat neemt ze mij nog altijd kwalijk. Maar ik had dat ook niet moeten zeggen. Maar het is zeker geen snotneus en het is zeker niet iemand... die minder intelligent is of minder kennis heeft dan iemand van 65. Je hebt hele domme mensen van 65 en hele slimme mensen van 25 en omgekeerd. Klopt. Ja. Ja, en dat is respect. Ik ga niet liegen tegen u, want toen ik dat was een van mijn vragen van... Ja, like, is dat niet moeilijk? Overal spreken jullie, maar zoals gezegd, iemand die intelligent is, heeft kennis spreken. Ja, en die heeft ook levenservaring. Haar moeder is heel jong gestorven. Okay. Ze is heel jong op zichzelf gewoond in Amsterdam. Ze is van Amsterdam. Ze is dan naar Brussel gekomen. Ze heeft 5 jaar in Brussel gewoond en dan is ze bij mij komen wonen in Gent. Ze past zich heel goed aan de omstandigheden. Nu met dat kindje is ze fantastisch.
Dus ja, het is echt wel een lot uit de loterij. Ja, ja, ja. En ik wens je natuurlijk veel het beste. Ja. Veel geluk, veel liefde. Roman. Roman, ja. Roman. Roman. Okay, wat een connectie met wat u doet in uw dagelijks leven. Ja. Wanneer bent u van plan om te stoppen met schrijven? Nooit. Tenzij dat ik echt ziek word of zo, weet je wel. Dat ik in mijn hoofd... Ik moet nu zeggen, door ouder te worden, mijn geheugen is al wat minder dan vroeger. Ik moet soms nu op een naam zitten denken. Zo van, ja. Maar zolang als ik gezond ben en ja, fysiek kunt schrijven, je moet gewoon aan je typemachine, aan je computer zitten. En mijn rug kraakt soms wel een keer als ik 2 uur op een stoel zit enzovoort. Voilà, dat ben je erin. En ik ga schrijven tot als ik neerval. Ja. Ik doe het graag. Ik doe het gewoon graag. Ja. Mm-hmm. U hebt een boek die uitkomt in september. Hoe wil je de titel weten? Het huwelijk van Jan en Sofie. Ja, Sofie. Ja. 22-jarige mensen. Ja. We mogen gewoon niet weten wat er gaat gebeuren. Waar moet je dat gaan halen? Op het einde is een dramatisch einde, maar ik kan het niet vertellen. Ze gaan naar Congo. Ja. om af te sluiten heb ik nog een woord. Ja. En dan kunnen we rustig afsluiten. En ik wil je nogmaals bedanken dat je tot hier bent. Heel graag gedaan, Charlie. Ik vond dat wel een prettig gesprek. Ja, zeker, ja. Zeker. Je bent echt niet de man dat je op tv... Op tv bent je wel ook... Het is niet dat je niet cool bent, hè, maar ja. Op tv bent... Vorige keer was op de tafel van 4, denk ik. Met Anastasia erbij. Ja. En toen, en dat had ik gezien en ik dacht, ja, oh ja, dat is helemaal... En daardoor moest ik u uitnodigen. Kende jij haar, Anastasia? Ja, Anastasia is ook hier geweest. Ik ben ook bij haar geweest. Ja, echt een toffe madame. Ja, zeker. Zij is echt mondig. Ze zegt wat zij denkt en denkt wat zij zegt. Ja. Dus ik heb dat gezien. En Charles naar Gert ook. Want, ja. Ja, maar om af te sluiten, deze woord... Zand, zeep, sodium, mineralen, water, steen, stralen. Ja, dus het langste woord in de Vandalen. Ja, in de woordenboek. Destijds of nog steeds? Nu weet ik het niet meer. Nee. Maar het heeft lang het langste woord in de Vandalen geweest. En het slaat eigenlijk nergens op, hè, dat woord. Ja. Maar je kunt zo als schrijver nu en dan eens... Een woord verzinnen waarvan je dan denkt van, ah ja, dat is een bijzonder woord, een lang woord of dit. Ik heb bijvoorbeeld een woord gevonden met 8 medeklinkers na elkaar. En angstschreeuw. N-G-S-T-S-C-H-R. Ja. Dus je denkt, dat kan niet. 8 medeklinkers zonder klinkers, maar angstschreeuw is... Angst, jawel. Ja. Ja. En een woord met 4 E's na elkaar. Zee-eend. En toen dacht ik moet dat ook met andere letters. En ik moest een woord vinden met 4 O's na elkaar. En ik dacht, als je haar wast en je krijgt shampoo in je oog, dan heb je een shampoo-oog. Oké, nu snap ik het. Dus je bent eigenlijk iemand die dingen bij elkaar brengt. Ja, daar amuseer ik me mee, met dat soort dingen te verzinnen. Ja. Nee, ik apprecieer u enorm. Echt waar. Shout-out naar u. Shout-out betekent... U weet wat een shout-out betekent. Ja, meneer, de OG is mee. Nee, shout-out naar u. Ik hoop, ik wens u nog eeuwig leven. Hetzelfde voor u, Charlie. Binnen 10 jaar hoop ik dat ik u terug kan uitnodigen en zeggen, amai, ik ben nog steeds boeken aan het schrijven. U bent minder onbeleefd. Nee. Ik zal mijn kleine naam meebrengen, dan is dat 10 jaar. Dan is hij 20. Ja, voilà. Dan zijn we hier. Dus shout-out naar u. Ja. Nogmaals bedankt, Mr. Herman Prussel Mans. Graag gedaan. Talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? Who that? I tell them we that.